Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2021 My Team Career Mode. We gaan er verder in Imola, ronde nummer 3 van het kampioenschap, aflevering nummer 39. Heb jij de vorige video in China gemist, zal ik die eerst even terugkijken. Voordat je deze dus gaat zien, dat was een goed resultaat voor het team. We hadden daar onze eerste 1-2'tje. Verstappen werd tweede, dat is goed. Dat was natuurlijk heel goed om te zien. Dat kan rechtsboven met een i'tje als je die video gemist hebt. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruik staat in de beschrijving. We hebben als het goed is een aantal upgrades gekocht. En die zouden op de auto gaan belanden. Dat moet de auto nog beter maken dan dat die is. We hebben een aantal scenario's voor ons neus. En er zijn wel een... Ah nee, jammer, helaas. Ik wou net zeggen, er zijn wel een aantal updates binnengekomen, maar eentje is gefaald. Dat is jammer, dus die moeten wij opnieuw gaan bestellen, wat weer tijd kost. Van de aerodynamica, helaas een onderdeel gefaald. En die moeten wij opnieuw gaan kopen. Dat duurt dus 6 dagen. En hiervan hebben we alles al uitgekocht. Dus daar kunnen we niks meer van halen. Wel van de durability misschien nog dingen. Van de resource punten die nog over zijn. Dat was het dus. Ik verwacht veel van Imola. Ik verwacht ook veel van de updates. Kijk maar, we hebben heel veel. En we staan nog steeds bovenaan. Dus dat is goed om te zien. Imola, de kwalificatie verloopt gewoon droog, maar de race is hevige regen. Dus ik ben benieuwd wat Verstappen gaat doen. Terwijl wij iets hebben gedaan wat gewoon goed de bedoeling was. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor de grootprijs van Imola natuurlijk. We zijn aanbeland bij Q1, lekker zonnig weer natuurlijk. Imola, vorig seizoen vindt ze daar op een P6. Ik wil hier nu een overwinning van maken. Dus hopelijk kunnen wij naar de pole position toe rijden. Maar eerst Q1 zien te overleven op dit razendsnelle circuit natuurlijk. De curbstones zijn hier wat heel raar neergelegd. We moeten ook oppassen met die sausage curbs, dat we daar niet van afstuiteren. Maar voorlopig gaat het goed. We komen aan bij de laatste bocht. Dan hier een heel lang rechtstuk. Naar start-finish. En dat is P1 met een 1.15.0. Maar we gaan voor nog een ronde erachteraan. En we hebben een Williams-rijder voor ons. Callum Islet, die rijdt hier wat in de weg. Maar wij passeren hem hier gewoon heel mooi. De tank is bijna leeg, zegt Jeff. We springen ook gelijk weer in het groen. We zijn een paar duizendste langzamer. Nu zitten we dan wel officieel in het groen. Een tiende omhoog op onze eigen tijd. En dat is een P2 op 62.000ste van Lando Norris. We zijn aanbeland bij Q2. Max Verstappen rijdt trouwens op de medium compound, maar dat heeft geen nut, want in de race is er hevige regen verwacht. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitlopen voor ons. Maar eerst Q2 zien te overleven door naar de top 10 kwalificatie. En aanbeland bij de laatste bocht, dan nu naar start-finish. En wat gaat deze ronde opleveren voor ons? Het wordt een 1.13.1. P1 in Q2. Bottas, wat doe je? Het was daar even schrikken met Valtteri Bottas die daar uit de pitstraat kwam rijden. Maar we hadden hem gelukkig gezien. We zijn door naar Q3. De top 10 qualifying gaat dus beginnen. Hier gaat het dan om. Pakken wij onze tweede pole position van het seizoen.
Of wordt dat Max Verstappen die de tweede pole van het seizoen pakt? We hebben daar in ieder geval George Russell in de Alpine rijden. We hebben er een klein beetje last van. En we zijn sneller. Dan wil ik hem hier gaan inhalen. Alleen dan raak ik per ongeluk zijn achterwiel. En dan is dit rondje in het putje gegooid. Door een domme actie van mijzelf. Dit is de replay. Ja, ik heb hier meer snelheid. Ik denk, ik val Russell gelijk aan. Maar dat moet ik gewoon niet doen. En toch deed ik het. En dat is een spin voor ons. Aan boord bij Russell. Die heeft volgens mij niks gemerkt. Nee, nauwelijks. Russell kan gewoon zijn weg vervolgen. Wij dus niet. Ja, raken het achterwiel. Dat is het. Het achterwiel tegen het voorwiel. Dat is een spin. En Verstappen zet de pole met een 1.14.9. Hij zet de pole position neer. Dit rondje gaat hem sowieso niet worden. Wij moeten er nog een keer uit voor een tweede run. Lewis Hamilton pakt de pole van Max af met een 1.14.6. Ricciardo met een 1.14.6 ook naar de pole position. Wij gaan hier een 1.27.5 laten noteren op een P7. Met nog 8 minuten op de klok. Al gelijk groen bij de Delta. Nu weer rood, nu weer groen. Dat is goed om te zien. Zet de paars in sector 1 neer, groen in sector 2. We zijn doorverwezen naar P10 op de startgrid. DRS geopend. En wij pakken de pole position van Ricciardo af met een 1.13.2. DRS helaas offline. En dit is jammer, want hier gaat dan onze tweede run. Geen DRS betekent minder topsnelheid en ik heb het eigenlijk al weggegooid om door in de eerste bocht te agressief over die curbzone heen te duiken. Het rondje is weg, nu maar hopen wat de rest doet. Daar hebben wij dus diezelfde Russell, maar die laten wij dit keer mooi voorbij. En gaan dus naar deze ronde naar binnen. Nu is het hopen wat de rest doet. Charles Leclerc passeert ons. De uitslag van Q3. Wij pakken de pole position. Verstappen toch nog naar P2. Norris op P3. Dus dat betekent een interessante grid voor de grote prijs van Imola. Het gaat dus regenen op zondag. Full wedstrijd beschikbaar. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 39. Hier in Emilia Romagna. We zijn er klaar voor. Hello there and welcome back to Imola, home circuit of the Scuderia Ferrari. We expect to see a lot of local supporters in red today. They've all turned out for what we have every expectation of being a sensational event here at the Emilia-Romagna Grand Prix. Unlike most Formula One circuits, Imola is driven anti-clockwise and offers our drivers today just over 3 miles of glistening wet asphalt to negotiate. It's made up of a roughly equal split of 9 right-hand turns and 10 left-hand. Watch the drivers on the way into turn 16. Managing their speed there will be crucial, with the rain only adding to the difficulty of that downhill braking section, which then of course leads into the track's longest straight, though no DRS there today of course. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Can we talk about Mercedes? We have a number of changes to the aerodynamic regulations this year, and the signs haven't looked good for them so far in terms of getting to grips with those changes. It doesn't look promising for them so far. And if the new regs have hit them as hard as we think, well, I suspect they may need a few late nights at the factory to get back on track. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. The Professor lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Norris, Ricciardo, Lewis Hamilton and Sainz, Leclerc, Perez, Russell and Guan Yu Zhou, Bottas, Giovinazzi,
Pierre Gasly and Ocon, Tsunoda, Stroll, Callum Ilott and Marcus Armstrong, Latifi, Lundgaard, Mick Schumacher and Nikita Mazepin. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel moeten we dus op zien te behalen, dat is een top 10 finish. Nemen gewoon wat minder fuel mee dan normaal om wat harder te kunnen pushen in deze fullwets. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 39 hier in Imola. De lampen gaan aan voor de grote prijs. En we zijn uit en we zijn om de weg. En we komen slecht weg, want Verstappen is al gelijk beter weg. Heeft al meer tractie op die fullwets. En wij zijn gezien. Lando Norris naar P2. Wij komen terug in de slipstream van Max. Vallen hier aan die binnenkant. En dat is goed om te zien. Stuiteren wat van die curb zo'n af. Maar dat is de leiding weer heroverd in ronde nummer 1. Verstappen zit er nu wel dicht op. Dat is 2/10. En we moeten vooral rustig aan gaan doen in deze fullwets omstandigheden. Paars in sector 1. De orde weer hersteld na die dramatische start. Geen schade aan de voorvleugel, dat is goed om te zien. Verstappen zit er wel dicht op. Dat gat is 3/10 ongeveer. Er gaan al plassen ontstaan. En wij moeten gewoon zorgen dat wij de auto op het asfalt houden. We zitten zometeen in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Het gat naar Max is 1 seconde en wij noteren de snelste raceronde met een 1:29.1. Twee zitten auto's nog in competitie. We rijden ongeveer een halve seconde weg van Verstappen. We hebben hier de mogelijkheid om op de auto te letten, zegt Jeff. Oftewel, push minder hard. Herhaling van de start dus. Let mijzelf op pole position, Verstappen op P2 en die kwam gewoon beter weg. Alweer. Kijk maar, had daar gewoon meer tractie en Lando Norris keek daar ook al voor P1. Zat ernaast, bij mij dus. Maar dan remmen wij hier dat gat helemaal dicht naar Verstappen. En dat is weer de orde hersteld. Dus Verstappen weer terugverwezen naar P2, wij dus aan de leiding. En de spray is hier gewoon enorm. Dit was dus hoe Max Verstappen het zag in de openingsronde. Hij kwam gewoon veel beter weg. Had gewoon betere tractie en ik stond te malen en te roeren bij de start. En Verstappen denkt, hier, ik heb je. P1 is van mij. Maar dan kijk ik hier weer terug aan die binnenkant. En Verstappen weet dat. En is dus weer terug naar P2. Wij dus aan de leiding. Weersbericht zegt: het gaat heviger regenen in Imola. Kijk maar eens naar de lucht. Virtual Safety Car op geroepen. De VSC Virtual Safety Car is op de baan geroepen. Waarom? Vanwege het slechte weer. De wolken zijn helemaal donker geworden. De spray is gewoon enorm. Ik hoor gewoon zelfs de baan gewoon helemaal nat worden. En dit kan betekenen dat er misschien zometeen meerdere VSC's op worden geroepen. De VSC eindigt alweer. En we gaan weer racen. Dat heeft ervoor gezorgd dat Verstappen weer naar ons is toegereden. Dat gat is nu 2/10. Geen safety car op dit moment. Verstappen kijkt naar de buitenkant. We raken elkaar een klein beetje. Maar we houden nog steeds de leiding in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Dus dat is goed om te zien. Norris dus op het podium. P3 en wij noteren geen paars in sector 1. Ik had het wel verwacht, maar helaas. Iedereen nog in competitie.
dat is goed om te zien. De bewolking is heel donker. Je moet gewoon heel voorzichtig aandoen, want de spray is hier gewoon enorm groot. Je moet ook oppassen voor aquaplanning. Beide is nog steeds aan de leiding. Verstappen op P2, dat gat is 16e. VSC, alweer een virtual safety car vanwege het weer. De race director vindt het te gevaarlijk en gooit de VSC naar buiten voor de tweede keer deze wedstrijd. In ronde nummer 7. Nou snap ik het ook wel, maar ik vind het wel jammer dat de rode vlag functie dat die is verwijderd. Want dit had gewoon zeker een rode vlag kunnen gaan worden met twee VSC's op dit moment. Die hevige regen op dit moment. Die VSC eindigt alweer. Maar Verstappen kan dit keer niet aanvallen in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Dus dit belooft nog wat. Met die strijd met Max en mezelf. En misschien Lando Norris voor de winst. Maar de regen valt hier nog steeds. Ik zit er een klein beetje door, maar ik probeer in die plassen te gaan rijden om het standing water weg te halen. We zitten in ronde nummer 9 van de wedstrijd. Alweer een VSC. Alweer een virtual safety car. Eigenlijk had de race director nu moeten zeggen, jongens, we stoppen ermee. We hebben heel veel VSC's gehad. Dit is gewoon te gevaarlijk. Een rode vlag. En door naar de volgende wedstrijd. Alleen die rode vlagfunctie is er niet. Die heeft Codemasters eruit gehaald. En dus moeten we het hiermee gaan doen. Maar het weer speelt hier totaal geen favoriete rol. Waarom? VSC's na VSC's na VSC's. En die virtual safety car gaat weer eindigen. Wanneer komt dan de volgende virtual safety car? Dat is de vraag. Incident op de baan, maar race director gaat geen safety car op de baan gooien. We zitten in ronde nummer 10. Als de regen wat minder wordt. Het is minder bewolkt in Imola dan voorheen. Het is ook wat lichter geworden terwijl het daar geel is. In sector 1, daar rijdt een Aston Martin langzaam. Of die is daar gespind. We zetten inmiddels groen in sector 1 neer. Waarom? De baan gaat wat opdrogen. De regen wordt al wat minder. Paars in sector 2. Klein beetje overstuur op de exit. En in ronde nummer 18 gaan we naar binnen voor de intermediates. En Verstappen gaat voor een undercut. Gaat nu al naar de intermediates. En wij gaan het dus deze ronde doen. Verstappen dus in ronde nummer 17 naar binnen. Wij dus in ronde nummer 18. Wat is er eigenlijk gebeurd met Lance Stroll? Want die stond daar stil. In ronde nummer 10. Wij het grind geraakt hier. Ook Norris en Hamilton duiken naar binnen. Dit gebeurde er dus in ronde nummer 10 met die hevige regen en de donkere lucht. Hij kijkt hier bij, wie is dat? Geen flauw idee. Ik denk Marcus Armstrong. En Stroll spint daar. Op dat hele ongemakkelijke punt. Moet dus in de grindbak, moet dus ook achteruit. En kan zijn weg gewoon weer vervolgen. Kijk maar, rijdt weer de baan op. En over dat standing water gesproken, Jeff zei, als we nou al die standing water even weghalen, dan kunnen we naar de intermediates. En ik vind het tijd voor een overcut op Verstappen. Dat gat is 28,3 seconden. Een pitstop duurt hier ongeveer 22, 23 seconden. Dus we zouden 5 seconden voor onze landgenoot en teamgenoot moeten eindigen. 2,2 is de pitstop. Hele snelle pitstop. En dat is goed om te zien. Zhou naar binnen. Wang Yu Zhou dus. Voor Red Bull. En we komen gewoon mooi voor Verstappen de baan op. Dat gat is 2,2
1 seconde, 1,8. Dus Verstappen heeft de undercut, ja, die heeft wel wat gewerkt. Heeft dat gat wel gedicht, maar moet er nu nog voorbij zien te komen. In ronde nummer 19 alweer. Rood in sector 1, 21,2 seconden langzamer. Maar het is niet erg, waarom? De banden gaan gewoon op temperatuur komen. En daar volgt zometeen weer het snelste raceronde. Oh nee, laat maar. Geen snelste raceronde. Ik dacht van wel, maar niet. We krijgen al zometeen blauwe vlaggen van een Alfa Romeo coureur. Of een Williams coureur, weet ik niet zeker. Dat gat naar Verstappen is 10,7 seconden. De baan is droger en droger geworden. En ik vraag naar de bandenstatus. En Jeff zegt, blijf gewoon op deze band rijden. Daar hebben wij dus Lance Stroll, die in ronde nummer 10 gespind was. George Russell uitgevallen in de wedstrijd. George Russell uitgevallen. Staat daar stil bij sector 3. Opkomen rechterstuk. Daar hebben wij dus achterblijvers van Lance Stroll. Hij is dus op een ronde gezet. Daar is dan ook Christian Lundgaard. In zijn Williams. Sorry, in zijn Alfa Romeo. En hij is dus ook op een ronde gezet. Hier is het dus geel vanwege George Russell. Die daar stilstaat. In zijn Alpine. Ik denk dat het gewoon een mechanische fout is van het Franse team. En wij gaan ronde nummer 30 alweer in. Nog twee rondes te gaan in de wedstrijd. Verstappen op 11,4 seconden. Norris op 22,6 seconden. Dit zag George Russell in ronde nummer 28. En zijn motor begeeft het. Gaat naar huis met 0 punten. Een uitvalbeurt. We zitten einde ronde nummer 30. Als we daar Mick Schumacher op een ronde gaan zetten. Hij rijdt op P17. En we gaan ronde nummer 31 alweer in. Nog één ronde te gaan in Imola. Schumacher op een ronde gezet. De volgende heet dan Nicolas Latifi. In zijn Alfa Romeo. Die wordt ook op een ronde gezet. Jazeker. En hij rijdt op P16. De volgende is dan een Williams rijder. En die heet Marcus Armstrong. Die wordt ook op een ronde gezet in de laatste ronde van de wedstrijd. We zetten paars in sector 2 neer. De baan is gewoon helemaal opgedroogd. We komen bij de laatste paar bochten aan in Imola. Winnen een krankzinnige grote prijs vol met virtual safety cars. Eigenlijk had deze wedstrijd niet door mogen gaan, maar toch. Ja, toch de wedstrijd mooi uitgereden. Pakken dat snelste racerondepunt. Verstappen naar P2. Pakken onze tweede 1-2'tje van het seizoen. Verstevigen ons klassement in het WK. En dan gaan we ons voorbereiden voor de volgende wedstrijd in Spanje natuurlijk. A hard-fought win today then, after a very difficult race. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Wij winnen dus alweer een grote prijs, pakken de snelste race van de punt
Verstappen naar P2 voor het team. Norris op P3. Callum Ilott pakt driver of the day. Hamilton op P4. Ricciardo op P5. Perez 6. Leclerc 7. Zhou 8. Giovinazzi 9. En Bottas pakt dat laatste punt. Twee uitvallers. Russell en Sainz. Klassement 30 punten verschil naar Verstappen. Dus 5 is tegen die voorsprong. En 36 punten verschil naar McLaren. Dus ook bij het constructeurskampioenschap is het gewoon goed. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F2021 My Team Grimmed content. We gaan richting de 110 abonnees, dus ben jij nieuw? Abonneer dan alsjeblieft voor meer. Volg me ook even op sociale media en mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Gaan we verder in Spanje. Tot ziens.